Wat een feest, hè, mevrouw Bouwman. Dag Sinterklaas, geweldig. Hartelijk welkom. En namens al deze kinderen en alle kindertjes thuis, heel hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag. Dank u. En gaat u nou eens lekker zitten, Sinterklaas? Ja, ja. Sinterklaasje, zitten gaan nou, hè. Dank na u. Na al die vermoeienissen, rustig gaan zitten nou. Ja. Zo, ja. Want al, u heeft natuurlijk verschrikkelijke drukke dagen achter de rug, hè, ja, Sinterklaas? Ja, en de grootste drukte die moet eigenlijk nog komen, hè. Ja. En dat op uw verjaardag. Ja. Ja. Dat is wel erg. Sinterklaas, wanneer bent u nou precies geboren? Om hoe laat op 5 december? Ja, ik ben eigenlijk geboren om 12 uur 's nachts. Nee. Precies van 5 op 6 december. En daarom is het ook een beetje moeilijk om te zeggen wanneer je precies jarig bent, mevrouw Bouwman. Ja. Laten we zeggen, allebei de dagen. Ik heb eigenlijk 2 feestjes per jaar. Ja, Sinterklaas, dat is geweldig. En wat heeft u nou gevraagd voor uw verjaardag? Want als je jarig bent, krijg je cadeautjes, hè? Ja, dan krijg je cadeautjes, Sinterklaas. En vorig jaar heeft u krulspelden gevraagd. Ja. Dat weet ik nog. Ja, en toen heb ik er gekregen. Maar dat waren van die ouderwetse met elastiekjes. Ja. En dan kwam het haar in de war. En nu wou ik gewoon een oude tang. Een oude tang. Een krultang. Spaanse tang, Spaanse tang. Frisidaire. Nee, hoe heet dat nou? Pedro. Fricola, dat is het merk. Fricola. Nee. Maar de lak is ook verkeerd die Sint-Nicolaas al gebruikt. Hè? Naar de krullen, want ik moet hem altijd helpen, ik hem helpen. Maar u ziet het weer, hè? Het zit niet goed. Ja, zeker. Jongens, zit mijn baard? Heb ik een mooie baard? Ja! Jij mocht willen dat jij zo'n mooie baard had. Ja, ik heb nog niet baard groeien, hè, Sinterklaas. Nee, ik niet hebben. Zeg, Sinterklaas, en nou u jarig bent, wilt u natuurlijk een liedje horen, hè? Een liedje waar u het meeste van houdt. Ja, en dan vind ik dat die kinderen nou zelf mogen zeggen wat ze het liefste willen zingen. Wat gaan jullie voor mij zingen? Zie je, ginds komt Kapoentje door de bomen. Zie je, ginds komt de stoomboot. Ja. Gaan we zingen. Nou, blijf maar even bij me, hoor. Hoe heet jij? Marian. Marian. Kijk eens even, er komt nogal zo'n flinke kerel aan. Kom er maar bij, jongen. Hoe meer ziel, hoe meer vreugd. Kom jij maar aan deze kant staan. Dat is Marian. Zo. En jij blijft maar even hier. Hoe heet jij? Wouter. Wouter. Geweldig. Ik moet nog eens even een paar kinderen hebben. Ik heb jullie allemaal horen zingen en nou wil ik eens een paar kinderen hier hebben. Kom maar, kom jij maar. Even bij Sinterklaas. Ja. Kom ook maar. Zo. Hubbeltje. Prachtig. Kom maar. Ja, kom maar. Geweldig. Mochten jullie even bij Sinterklaas komen? En die jongen met die meid erop. En die jongen met die meid erop is ook erg mooi, hè? Zo. Ook even bij Sinterklaas komen? Nou. En Sinterklaas, nu moeten ze maar. Nou, we hebben nog genoeg, Pieter. Ja, Pieterbaas, eventjes de kindertjes laten zitten. Zo, even deze kindertjes soms Sinterklaas, kom maar. Nou, weet je wat, gaan jullie maar even gezellig hier bij me zitten, ja? Zo, allemaal lekker op de grond zitten. Oh, ja. Mooi, geweldig. Dat is heerlijk, hè, Sinterklaas? Verdrietel, wil jij mijn staf eens even wegzetten, alsjeblieft? Ja, ja, staf, vriend, die stel. Ja, ja, Klaas Sinterklaas. Ja, waar moet je staan? Waar naartoe? Op een veilig plaatsje, Petriel. Waarom al het goed? Nou, Sinterklaas, dan is er dus alle reden tot vreugde, hè? Ja. En zou nou niet één van deze kinderen eens een mooi liedje voor u zingen? Ja, wie wil er een liedje zingen van jullie hier? Jij? Oh. Ja, kom maar hier, jij. Jij mag. En dan moet ik nog een jongen hebben. Een jongen? Deze jongen, kom maar eens even hier. Zo.
Moet natuurlijk eerst even precies weten hoe jullie heten, hè? Kom even hier staan. Kom even hier. Zo. Nou. Nou zie je Sinterklaas is van dichtbij, hè? Hoe heet jij? Marleen. Marleen? Maureen. Hoe? Maureen. Prachtig. En jij heet? Paul. Maureen en Paul die gaan samen een lied zingen. Nou moeten we even goed afspreken, hè? Want stel je voor dat we een liedje afspreken dat jij kent en dat zij niet kent, hè? Ja. Wat ken jij? Sigins komt de stoomboot. Ken jij dat ook? Ja. Jij dat ook? Nou, alleen deze twee jongens. Goed luisteren. Sigins komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas. Ik zie hem al staan. Hoe rompelt zijn paardje en dek op en neer. Prachtig. Even klappen voor deze jongen. Mooi zo. Nou, Sinterklaas, en die krijgen natuurlijk vanavond helemaal een pakje, hè? Je hebt al iets in je schoentje gehad, hè? Wat was het ook weer? Wat heb je ook weer gekregen? Weet ik wel. Ja, wat was het dan? Kopjes. Kopjes? Ja. En die kleintjes? Ja. Een serviesje, hè? Oh ja, ja, ja. Weet je nog? Weten jullie nog? Een serviesje. Ja. Is het heel overgekomen? Ja, niks kapot. Niet één kopje broken? Goed. Nee, ze konden niet breken, hè? Nee, juist. Mooi zo. En wat heb jij gekregen? Ik had twee indiaantjes en een cowboytje. Oh. Twee indiaantjes en een cowboytje. Maar vanavond geloof ik ook nog. Ja, Piet, niets verklappen hoor. Dat wordt een verrassing. Ja, hoe? Spannend, hè? We zeggen het nog niet. Gaan jullie maar weer gauw zitten. Zij mogen nog even op de grond blijven zitten. Jawel, dat is gezellig, hè? Ja. Moeten de kinderen ook niet wat zingen? Ja, dat vind ik ook. Wat gezellige Klaas-Sinterliedjes zingen. Ja. Ja. Zullen we dat nog een keertje doen, Sinterklaas? Graag. En welk liedje zullen we dan gaan zingen, jongens? Een heel nieuw liedje voor Sinterklaas, wat Sinterklaas nog nooit gehoord heeft. Sinterklaas is jaar. Dat nou, heb ik wel eens gehoord. Maar dat vindt u erg mooi, hè? Dat vind ik heel mooi. Sinterklaas is jaar. Dat doen we dan nog een keer. Sinterklaas is jaar. Wat een schitterende cadeaus. Kijk eens hoe mooi zij danst.